Yo mensen van Gorilla Power Productions, welkom bij dag 2 van de Horrorweek. En welkom bij de terugkeer van Among the Sleep op GPP. Want ik ben natuurlijk al lang begonnen met het spel. Maar ik heb er speciaal zelfs net de kleren voor aangetrokken. Check it out! Jos is helemaal fancy as fuck vandaag. Dus we gaan Among the Sleep spelen. Continue story. Ik heb geen flauw idee waar we gebleven waren. Volgens mij had ik net iets uitgespeeld of zo. Oh ja, we gaan weer door de fucking glijbaan des doods. I'm so glad we made it back. Oh ja, hier, ik weet het alweer. Als jij je bek niet houdt, wat ben je nou? Hallo? Dan gebeurt er iets met jou. Motherfucker! Ik weet niet eens meer hoe ik je heb genoemd, Beer. Maar goed. Waarschijnlijk iets met Herman of zo. Oh nee, het was Herman de olifant. Oeps, ik ging vol op mijn smoel. Oeps. Right. Ik moet nu weer een volgende memory spelen. En die moet ik dan hierin naaien. Maar houd het vast. Ik zweer, houd het vast. En nou niet meer. What the fuck? Ik schrok me helemaal kapot. Ik denk van, oh nee, heel de opname verpest. Moet ik allemaal weer moeite gaan doen? Hè? En moeite doen? Dat doen we niet graag. Heb ik niet eens in mijn inventory? Natuurlijk heb ik eens in mijn inventory. Zo dom ben ik natuurlijk wel. Hoppa! Nou, dat boek maar weer erin. In de oven. Lekker verbranden, dat boek. Dan heb je toch niet meer nodig, weet je wel. Dan kun je net zo goed in de fik steken. Dit werkt wel echt niet zo handig. Maar ik heb de techniek een beetje door. One down. Zo one down. We hebben er al twee down. Nee hoor, mijn moeder die geeft helemaal niet mij. Ja, volgens mij moet ik mijn moeder terugvinden of zo. En ik ben een peutertje. Ja, smoel. Nou smoel houden. Hier, ik sla je op je gezicht. Hey, een voetbal! Laten we gaan voetballen. FIFA in Among the Sleep. Hij schiet! Hij scoort! Het is niet normaal! Het is niet normaal! En we gaan er weer in, hoor. Oh, door de pijp des onheils. De schacht. De schacht des duisternis. Tadam! Klinkt heel spannend. Hij loopt weer half vast. Computer, you're fucking drunk today. Hij staat ook, reageert niet. Nou reageert hij weer wel. Soort van. Here we go. Again. Let's be careful. Ja, oké. Ik volg je advies. Zal ik deze schoen meenemen? Dan kan ik die schoen gooien. Als er iets op me afkomt of zo. What the fuck is dit nou weer? Oh, een lamp. Ik denk, what the fuck is dat nou weer voor vliegende, gloeiende bol? Maar ja. Hier kunnen we verstoppen. Oh, kijk, weer een mooi kunstwerk dat ik ooit gemaakt heb. Ik ben zo goed, jongen. Ik kan echt de mooiste kunstwerken ooit maken. Ik neem de schoen wel mee ter zelfverdediging. Als ik iets tegenkom wat mij niet aanstaat, dan maak ik hem helemaal kapot. What the fuck? Wat gebeurt hier allemaal? Is dat de klok? Zo klinkt het wel. Wat is dat? Ik weet het niet. Hé, een basketbal! Oh my god. Jammer, maar ik ben niet lang en zwart. Dus ik kan niet basketballen in principe. What the fuck is dit nou weer voor speeltje? Ik hoop trouwens dat ik Breakdance Rens nog tegenkom deze aflevering. Dat zou wel episch zijn. Wel een truc. Een truc ding. Leuk. En we kunnen een potje schaken. Maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in, want we zijn cool. Niet dat mensen die schaken niet, automatisch niet cool zijn, maar ik weet het niet. Oh, nee, deze basketbal. Die doet net zo zwaar als ik zelf waarschijnlijk. Op donderen! Ik hoef jou niet. Doei, basketbal. Het was fijn je gekend te hebben, basketbal.
Die basketbal negeert mij gewoon. Die denkt zo van, ja, fuck jou. Je hebt me net van een fucking regel afgegooid. Hey. Hey. Oh, ik weet niet meer hoe ik jou genoemd heb. Ik had jou een naam gegeven, die slak. Verdomme. Het is te lang geleden. De enige die ik nog ken is Herman de Olifant. En Breakdance Rens. En Breakdance Rianne. Dat is het zusje van Breakdance Rens. En die doen allemaal samen breakdance en zo. Fuck jou, vrachtwagen. Je houdt mijn deur tegen. Probeer je mij een beetje te saboteren. Ja, ik zie het wel, hoor. Heel sneaky zo van... Nou, ik denk dat hij het niet ziet, hoor. Maar ik zie alles. Of in ieder geval, ik zie veel. Maar niet alles, maar wel veel. Deze dingen zijn zo fucking scary. Die jassen. Dan denk je van... Wow, yo, er staat iemand. Maar dat is helemaal niet. Daarom is het eng. Oké. Wat? Hier was net geen deur. Ja, nu wel. Oké. En nu zijn we op dit niveau. Kan ik deze niet eruit halen? Of... Wajo! Omar al schaapjes! Oh, schaapjes, Omar al schaapjes. En ik... What the fuck? Ik hoor de voetstappen. Misschien waren het mijn eigen voetstappen, maar... Oh, ik word wel slaperig van al die schaapjes. Laten we er shawarma van maken, dan zijn ze tenminste nog ergens nuttig voor. Oh, Jasper, ben je toch weer dieronvriendelijk. Het is een beetje als een kermisattractie. Fucking kut! Hé, een glas. Ha, doei! Sorry, ik kon het niet laten. Ik ben gewoon een rebel. Wee, yo! Wee, yo! Dat had ik misschien niet moeten doen. Oh my god, die deur ging open daar. Oh my god, ik heb alles kapot gemaakt. Oh my god, het spijt me heel erg. Ik moet daarheen, maar ik denk... Of daarheen. Maar daar is een deurtje open. Oh, maar ik kan waarschijnlijk niet direct daar naartoe. Wayo... Be careful, anders val je naar beneden. En als je naar beneden valt, dan ben je fucking dood. Hey, een autoband. Een autoband. Dit is de meest logische plek voor een autoband. Ik wil deze naar beneden donderen. Mag dat alsjeblieft, spel? Nee, want hij is aan het flippen. Wat is dat voor een tekening? Dat voorspelt niet heel veel goeds. Oké. Ik hoor echt serieus iets daarboven, man. Ik gooi er met een tennisbal naartoe. Fuck! Verdomme. Wat heb ik hier nog meer voor wapens? Niks. Denk ik. Oeh, ik hoor hier echt iets. Je zou het niet zeggen. What the fuck? Maar het is een horrorspel. Ik ga hierin. Hey! Wat is het? Dit is... Is dit niet het dingetje wat we zochten? Vreemd. Het doet niks. Denk ik. Maar waarom staat dit dan de hele ruimte met alleen dit? Ik vind het een beetje apart. Daar zit een luchtje aan. En het luchtje stinkt. Nu ga ik natuurlijk al die deurtjes proberen hier aan de muur. Holy shit, man. Dat ziet er allemaal niet zo heel gezellig uit. Meestal als je die tekening aan de muur ziet, dan komt er zo meteen een monster. Wat? Wat? Het is een monster. Maar wat voor monster? Ik zie hem al niet. Wat het monster zou moeten zijn dan? Is het een spook? Want dan vind ik het niet zo geestig. Ah, leuk. Ik ben weer hilarisch vandaag. Wat de hel? Oké. We gaan niet pushy zijn.
Oké, wel een beetje zo, maar... Er was net... Een gitaar! Een gitaar! Laat me eruit, ik kon gitaar spelen! Oh! Ik kon gitaar spelen! Oké, hier is niks meer. Dan ga ik lekker gitaar spelen. Kut koffer! Fuck you! Ping! Pling, pling, pling! Pling, pling, pling! Pling, 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 pling! Dat was het. Hé, hey, een bolhoed! Laat ik hem opzetten! Hoppa! Done. Echt die boeken en dingen, echt, what the fuck! Ga aan de kant! Het is vervelend! Hey. Een kast. Met een lampie. En ik kan erin. Superleuk. En vrij nutteloos. Totdat er zometeen een monster komt, dan schrik ik maar helemaal de pleuris. En dan... Wee you? Ik wil al die kastjes toch checken hoor. Hier liggen allemaal mooie tekeningetjes in. Hier, oh wat een mooi... Dit noem ik de bekraste... Nee, ik heb... Fuck dit. Ik hoor allemaal enge geluidjes. Ho! Oh. Dit is een hele nieuwe ervaring. Maar, moet ik dan hierheen of kan ik hier doorheen? Als het goed is, kan ik hier doorheen. Meestal is dat zo. Oké, okay, vandaag niet. Nou, dan moeten we hierheen. Ik vind het best hoor, maakt mij helemaal niet uit. Ik kan mij helemaal niet verrekken. Wat? Denk ik iets verkeerd? Misschien dat ik de kaart vanaf donderd of zo. Oh, yo. Hé, hey, mijn bolhoed! Bolhoed! Blijf nou eens op mijn hoofd. Dit ziet er ook heel gezellig uit. Maar dit deurtje staat open. En hij slaat op. Vet. Oh. Oh, hier kan je dus niks. Dit is het monster wat er zo meteen tegen gaat komen. Hou het goed in je gedachten geprint. Dan weten we hoe het eruit ziet. Oeh, de jassen bewegen. Oeh. Wat kan dat nou zijn? Misschien is het de wind. Fuck, ik zit vast in de jassen. Dit is niet mijn... idee van een leuke tripje door de bezemkast. Ik hoor iets. Oh, daar. Juist. Juist. Het ruikt hier naar zweetvoeten en stinkschoenen. Let's go. Let's go. Oh ja, kruipen gaat sneller, hè? Waarom doe ik dat dan niet? Jos, je bent fucking dom. Oeh, babykleertjes die bebloed zijn. Hé, hey, nog meer voetballen. It made good. It made good. It made good. Dat slaat weer op. Oh yeah. Een tennisbal. Kom maar. Ik kan je nu wel aan. Nu kan ik je wel aan, hoor. When holding an object, use right mouse button to throw it. Oh, ik hoorde hem doorheen. Ik ben een koning. Woo! Ik hoorde hem precies er doorheen. Maar we moeten zo kiezen voor in een maanvorm doorheen. Was dit? Is dit een maanvorm? Nee. Oeh, nou. Hoe gaan we dit oplossen, jongens en meisjes? Dit is een puzzeltje. Waar ik mijn hersens even over moet breken. Oh, ik kan hier gewoon oplopen. Oh, kan ik niet gewoon die shit kapot gooien? Oh, hey. Jos heeft misschien zoiets... Juist iets geniaals bedacht. Ho! Ja hoor, ik maak alles kapot. En het werkt. What's happening? Waarom heb ik een ecstasy-pil geslikt die verkeerd was of zo? I don't know. Oh, ik heb een maantje. Ik kan er doorheen. Dat is mooi. Dat is super tol. Super tol. Nou, oefenen, man. Oefenen.
Ich musste doch da doorheen. Und shit like that. Oho. Okay. Observe. Observe de omgeving. Ik vertrouw het niet. Maar eigenlijk vertrouw ik het de hele tijd al niet. Dus dan in principe maakt het niet zo heel veel uit dan. Nu moeten we iets in de stervorm zoeken. Wat dacht je van een ster? Oh, best wel fucking geniaal. Hey, een stereo. En een kast. Waar niks in zit. Wat? Ik verstop me gewoon keihard in deze kast hoor, zometeen. Daar knippert licht. En ik dacht dat ik daar iets zag. Maar dat is niet waar. Dus een bloedspoor. Naar die deur waar ik... Dat was een scheetje. Dat was een scheetje. Oh my god. Ik moet waarschijnlijk daarheen, maar ik wil eerst die ster. Maar als ik die ster moet halen, dan moet ik waarschijnlijk eerst door die deur. En... Yes, niet leuk. En je fiets. Dat is wel leuk. Ja, ik denk niet dat hij fietst. Dan zal ze hem daar niet neergezet. Ik heb wel een basketbal. Alweer. Misschien kan ik mijn basketbal skills een beetje verbeteren. Ik neem deze mee. Daar zit sowieso het monster achter. Ik weet het zeker deze keer. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik het zeker wist, maar nu weet ik het echt zeker. Hier komt hij zo meteen. We gaan hem zo meteen live ontmoeten. Oké, of niet. Fuck. Mijn gevoel laat me weer in de steek. Hé, was ik toen net ook? Is it stuck again? Hè? Nee, toch? Of wel? Maar nu kan ik wel toch hierheen? Oh nee, dit is anders. Hé, ik wil hier niet heen. Ik heb geen keus. We moeten hierheen. Oh, ik val eraf! Oh, we gaan door! Hij landde hem gewoon op zijn voeten. Ik was helemaal niet dood. Hij landde hem gewoon, what the fuck? Oh, Josje. Nou. Ja, wat? En nu? En nu? Hallo? Wil deze ecstasy-trip eventjes stoppen? Misschien moet ik hier gewoon opklimmen. Oeh, ik dacht dat er iets achter me stond. Ik begin helemaal totaal te flippen. Maar ja, dat krijg je met ecstasy-trips. Nee, daar moet ik niet op. Ik kan hier op. Toch? Of heeft dat geen nut? Nee, dat heeft helemaal geen nut. Oh! Oh, wacht. Ik weet al. Hij zit daar ergens vast. En dan moet deze doorschieten. Daar naartoe. En dan kan ik hier opklimmen en dan kan ik er overheen lopen. Maar hij zit hier aan de andere kant vast. Dus die moet eerst los worden gemaakt. Maar hoe gaan we dat voor elkaar boksen? Chill. Chill, please. Ik ben vredelievend. En als je mij iets aandoet, dan slacht ik je met een basketbal. Wat vind je daarvan? Wait, yo, what the fuck, man? What the fuck? Wat gebeurt hier allemaal? Zit een monster hier? Yo, ik ga weg, hoor. Ik krijg allemaal van die rare epileptische aanvallen, maar goed. Ik ga het uitzoeken in de volgende aflevering, dus wil jij de volgende aflevering zien? Dan moet je wachten op de volgende aflevering. What the fuck? Druk op het duimpje omhoog als je het leuk vond en ik ga er vandoor. Natuur! Als ik nu opkijk, staat er in één keer iemand. Waarschijnlijk. Hey, hoe komt die erop? Hoe verzin ik het ook? Ik hang wel op zijn kop. Mag ik alsjeblieft andersom?